het buitengebied onder Veldhoven. Op een klein landgoed woont een echtpaar van in de 70. Ondanks hun leeftijd werken ze nog steeds af en toe. Op zaterdag 28 november 2015 trekken de twee er 's ochtends op uit naar Eindhoven voor de boodschappen. Later die ochtend, rond 11:30. Een wandelaar loopt langs het omheinde landgoed van het echtpaar en ziet iets vreemds. Hé, hey, wat moet dat daar? Twee mannen zitten op verboden terrein en begluren de villa. Hé, hey, met mij. Luister eens. Omdat ze het niet vertrouwt, zijn ze haar man in. Hij rijdt vrijwel meteen naar deze parkeerplaats, vlak naast het landgoed. Omdat veel wandelaars hier hun auto parkeren, denkt hij, misschien hebben ook deze twee mannen hier een auto neergezet. Hij noteert de kentekens van de auto's die er die zaterdagochtend geparkeerd staan. Op dat moment komen twee fietsers over een smal wandelpad richting de parkeerplaats. Hij vermoedt dat dit de mannen zijn die zijn vrouw kort daarvoor zag op het landgoed. Hij rijdt achter de twee aan. Ze fietsen een onverhard bospad in en even verderop een doodlopend pad. Als de mannen na een tijdje niet terugkeren, geeft hij het op. Maar terwijl hij terug naar huis rijdt, ziet hij ze weer, per toeval, op het fietspad langs de Volmolenweg. Ditmaal neemt hij zich voor om de twee aan te spreken en hij parkeert zijn auto op het fietspad, zodat de twee wel langs hem heen moeten. Maar dan stappen ze plotseling van hun fiets en gaan op een meter of 50 van de auto staan roken. Meerdere getuigen zien die middag twee mannen in de buurt rondhangen en kregen daar een slecht voorgevoel bij. Rond 2:10 die zaterdagmiddag 28 november komt het echtpaar terug bij de villa in Veldhoven, met de weekboodschappen en Sinterklaas cadeaus. Dat moment grijpen twee mannen aan. De bewoner probeert nog om het duo tevreden te stellen met wat briefgeld, maar daar zijn ze niet gevoelig voor. Ze willen meer. Ook de bovenverdieping wordt doorzocht zonder resultaat. Dan nog een poging in de woonkamer. Daar wordt een van de daders ineens agressief. De bewoner krijgt een klap in zijn nek. Meteen daarna stoppen ze. Ze vertrekken met alleen wat briefgeld. Dit gebeurde op 28 november 2015. Het laat zien dat onderzoeken soms veel tijd nodig hebben. En dan ineens is er een interessant nieuw aanknopingspunt. Eentje waarmee u misschien het onderzoek wel het setje kunt geven dat nodig is. Er zijn namelijk foto's. Foto's waarop de mogelijke daders te zien zijn. We laten er vandaag twee zien. Dit is de eerste, vlakbij de plek van de overval gemaakt. Een voorbijganger zag deze twee mannen, vertrouwde het niet en nam een foto. Dat is nog eens een staaltje van oplettendheid. Misschien wel doorslaggevend in deze zaak. En dit beeld is gemaakt op bedrijventerrein De Run. Hemelsbreed niet ver van de plek van de overval. Het gaat om de fietsers rechts in beeld. De politie denkt dat dit wel eens de daders kunnen zijn. Heeft u een vermoeden? Laat het weten. We moeten deze overvallers echt vinden. En daarbij hebben we uw hulp nodig. U kunt helpen voorkomen dat ze nog meer overvallen plegen. Waarschijnlijk staat de overval op het echtpaar in Veldhoven niet op zichzelf. We denken dat de daders die wij zoeken ook te maken hebben met een woningoverval op een ouder echtpaar in Waalre. Gepleegd in september 2014 op de Dommelseweg. En ze worden van nog meer woningovervallen verdacht. Wat opviel aan hun werkwijze was dat het leek of ze ruim de tijd namen om de boel voor te verkennen. Daarbij maakten ze mogelijk ook wel eens een praatje met wandelaars. Denk nog eens terug. Fietste of wandelde u vaak in het buitengebied van Veldhoven en Waalre? Zeggen de foto's u misschien iets? Laat dan van u horen. Ook als u zich andere verdachte situaties herinnert, deel dat dan met ons. De politie heeft deze twee foto's vrijgegeven, in de hoop dat u een vermoeden krijgt wie de daders kunnen zijn. Het nummer van de tiplijn is 0860-70. Anoniem blijft u via mail te misdaad anoniem op 0800-7000. Rechtstreeks kunt u informatie delen met het team Criminele Inlichtingen 079-345-8999.